Goedenavond allemaal. Ik zou graag willen beginnen met de oriënterende ronde. De oriënterende ronde 1. Als mensen die willen bijwonen, dan graag hun plaats innemen. En zo te zien zijn we wel compleet voor nu. Agenda punt 2 is het vaststellen van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda voor vanavond? Niemand? Dan zijn we bij punt 3, het spreekrecht. We hebben vanavond één inspreker, dat is mevrouw Yvonne Schimmel. En het gaat over lokaal gezondheidsbeleid. Mevrouw Schimmel? Goedenavond. Ik wil de gemeente bedanken dat ik hier even een paar minuten spreektijd mag hebben. Om aan te geven wat ik misschien zou kunnen betekenen voor Vitaal Vechtdal, Samen Gezond. Zoals Simone net al zei, mijn naam is Yvonne Schimmel. Ik ben van oorsprong energetisch therapeut. Daarnaast heb ik medische basiskennis gedaan en ortomoleculaire voedingsleer. En vandaag de dag ben ik vitaalveldtherapeut. Dus dat sluit mooi aan bij Vitaal Vechtdal. Gezondheid is altijd mijn passie geweest. Ik ben altijd eigenlijk geïnteresseerd geweest in hoe ik zelf gezond kan blijven. Maar ook hoe kan ik de mensen om mij heen gezond houden. Wat heb ik in het verleden gedaan? Veel mensen begeleid bij het sporten om een fitter lichaam te krijgen. Ook een fitter gestel, geestelijk als lichamelijk. Daarnaast proberen het eetpatroon te verbeteren. Om te kijken hoe kunnen we op een simpele manier mensen ook beter leren eten. En daarnaast ook een afslankprogramma dat mensen ook leren door beter te eten, hun gewicht beter te kunnen beheersen. En dat is denk ik landelijk een heel groot probleem op dit moment, dat ongeveer 50-60% mensen overgewicht hebben. Nou, wat ik nu doe, en daar gaat het me eigenlijk voornamelijk ook om, ik doe een bodyscan bij mensen en dat doe ik landelijk. Dat doe ik al ruim 3 jaar en door een bodyscan te doen, krijgen mensen inzicht in wat hun probleem is. Waarom zijn ze ziek? Wat is er aan de hand? En op welke manier kunnen we dat gaan verbeteren? We horen eigenlijk preventief te werken. Alleen het woordje preventief kent men in Nederland nog niet zo goed, helaas. We worden eerst ziek en dan denken we, goh, wat kunnen we eraan gaan doen? En ik denk dat dat ook in jullie speerpunt is om preventief te gaan werken. Hoe kunnen wij voorkomen dat mensen ziek gaan worden of een aandoening gaan krijgen of langdurig uit de relatie zijn. Nou, met onder andere de bodyscan kunnen we daar inzicht in krijgen. Niet alleen hoe de gesteldheid is van het lichaam, maar ook of er tekorten zijn. En dat is ook een zeer belangrijk punt, want heel veel mensen worden ziek doordat ze heel veel tekorten in het lichaam hebben. Nou, preventief werken is natuurlijk ook heel belangrijk bij bedrijven. Dus dat is ook iets waar ik me voor in wil gaan zetten, dat we het ziekteverzuim terug kunnen gaan dringen. Waardoor bedrijven heel veel geld kunnen besparen op hun ziektekosten, op hun personeelskosten. Dus overal, mijn bijdrage zou kunnen zijn, dus werken met de bodyscan om te kijken wat is er aan de hand en wat kunnen we gaan doen. Het voedingspatroon gaan verbeteren bij mensen en mensen begeleiden bij het afslanken. Dat was het, dankjewel. Als u even wilt blijven staan, zijn er vragen voor mevrouw Schimmel. Meneer Brink? Meneer Brink, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk één vraag. Ik hoor u zeggen dat u bodyscans kunt uitvoeren en dat u heel erg bedreven bent. En u noemt ook wat medische termen daarbij die ik zelf niet helemaal kan uitbrengen, maar goed, daar weet u ongetwijfeld meer van dan ik. Maar waar ik wel een beetje benieuwd naar ben, is eigenlijk zegt u van, tenminste als ik u goed begrijp, ik zou wel een toevoeging kunnen zijn aan Vitaal Vechtdal. Begrijp ik dat goed? Dat klopt. Maar heeft u wel eens contact gehad met Vitaal Vechtdal? Zijn er wel eens lijntjes uitgegooid? Of is er behoefte vanuit Vitaal Vechtdal om van uw diensten gebruik te kunnen? Daarom ben ik hier vanavond om mezelf te introduceren. Om te kijken of we een samenwerking kunnen uit. Ook. Okay. Zo. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk is mijn vraag op dezelfde strekking. Het voelt een beetje alsof u kon solliciteren naar een functie binnen het gezondheidsverhaal. Ik denk dat u daar niet bij ons moet zijn. Wij gaan niet over de uitvoering, nog over de mensen die daar werkzaam in zijn. En wellicht is het handig dat u gaat kijken op welke manier u wel kunt aansluiten, want wij beslissen dat simpelweg niet. Maar het is wel een goed verhaal wat u.
Dank u wel. Nou ja, kijk, ik kijk in de krant wat erin stond en dan wordt weergegeven van oké, wat houdt de gemeente bezig? Dus dat is samen gezond een Hardenberg creëren. En daarom ben ik hier om te kijken van joh, wat zijn de mogelijkheden? En of ik dan hier moet zijn of ergens anders moet zijn, ja, dat hoor ik dan graag van jullie. Hartelijk dank. Ja. Als u... Wij zijn bij agenda punt 4, dat gaat over het lokaal gezondheidsbeleid. Samen gezond Hardenberg 2016-2019, wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Van der Grampel, mevrouw Kloekhorst, meneer Rodemans, meneer Reiling, mevrouw Van der Loek. Niemand van het CDA? Ik begin. Het gaat over het lokaal gezondheidsbeleid, agenda punt 4. Maar ik begin links van mij, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de gezondheidsnota heeft onze fractie de volgende vragen. In het stuk worden twee aspecten benadrukt, de participatie en beleving van gezondheid. Het valt onze fractie op dat er bij de focusdoelgroep jongeren vooral gekozen wordt voor beleving en niet voor participatie. En de vraag aan de portefeuillehouder is dit een bewuste keuze? In de bijlage van de nota wordt gesproken over de verstrekkende gevolgen op gezonde keuzes wanneer er sprake is van armoede. Dit zien we in het beleid niet terug als accent of als speerpunt. Kan deze sector nog expliciet of dit werkgebied nog expliciet worden toegevoegd als stakeholder bij de integrale aanpak gezondheidsbevordering? In het stuk wordt als bron gerefereerd naar de gemeentelijke monitor sociaal domein. Betekent dit dat deze informatie binnenkort ook beschikbaar is. Het staat op de agenda volgens mij voor 26 september. Daar was ik nog even benieuwd naar. Ik kon het nog niet terugvinden namelijk. Er wordt wel naar gerefereerd, maar ik kan het nog niet terugvinden. Een doelstelling en ambitie in het nieuwe gezondheidsbeleid is preventieve ouderenzorg. En de gemeente wil aan de hand van onderzoek meten en monitoren om inzage te krijgen in de risicofactoren voor de gezondheid van ouderen. Op basis van dat onderzoek worden dan gerichte maatregelen ingezet. In hetzelfde stuk hebben we gelezen dat de GGD inzage geeft in de gezondheidssituatie van ouderen in een 4-jaar cyclus onderzoek. Is het huidige onderzoek van de GGD onvolledig of onvoldoende? Daar was ik even benieuwd naar. En uit de verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren in onze gemeente en deze regio nog altijd te vaak en te veel drinken. Op dit moment drinkt 2/3 van onze jongeren alcohol. Dat is een zorgelijk signaal. Is de huidige aanpak wel effectief? En als laatste, kan de portefeuillehouder iets zeggen over de start en wellicht de eerste bevindingen van de pilot Sport en Jeugdhulp scoren samen? Dat was het. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk heeft mijn fractie maar één vraag op dit punt. Ik zal hem even proberen toe te lichten. Het gezondheidsbeleid zoals wij hem hebben gelezen in ieder geval lijkt op een serie van inderdaad een integrale aanpak, maar vooral operationele maatregelen, zeg maar. Waar eigenlijk dit onderwerp vraagt om een cultuurontwikkeling binnen de gehele gemeente. En met name dan bij de inwoners die het betreft. En inderdaad zien we op pagina 9 een aantal resultaten uit het verleden waarbij inderdaad, onder andere alcoholgebruik door jongeren nog onvoldoende is aangepakt. Mijn vraag is, zit er in dit nieuwe beleid straks voldoende ruimte om die cultuurontwikkeling te doen? Of blijven we toch programmatisch de zaken aanpakken? Tot zover. Dank u wel. Meneer Botter, had u ook vragen? Want dan ga ik even terug naar u. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een tweetal vragen. De eerste gaat over pagina 13. Daar wordt gesproken over stimuleren van de publiek-private samenwerking. Een heel belangrijk onderwerp in onze beleving. Onderin de nota, de financiële paragrafen worden daar ingezet. En het ontbreekt aan een geldbedrag van juist dit onderwerp. Er staat wel met een klein vijfje, met een soort oormerk staat erbij dat er een bedrag zou komen vanuit een andere koker. Als dat zo is, dan zouden we graag willen weten hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. De tweede vraag namens de fractie van Op Koers betreft het Vitaal Vechtdal.
Er is voor een anderhalf, twee jaar terug enorm veel energie, onder andere ook door de gemeente Harmberg gestoken in het Vitaal Vechtdal. In onze perceptie ebt de aandacht voor dat project wat weg de laatste tijd. En wat is dan die laatste tijd? We hebben de indruk dat dat het laatste half jaar, drie kwart jaar is. Er is met heel veel elan en ook heel veel zorgvuldigheid is het project opgezet. En we hebben meerdere keren aangegeven dat wij van harte dat project ook ondersteunen. Maar wij zijn wel eens benieuwd, wat is de rol van de gemeente geweest en wat zijn de echte, als we het net ophalen, zo heet dat, zoals wethouder Jansen dat regelmatig gebezigd heeft. Als we het net ophalen na twee jaar, wat is eigenlijk het residu? Wat is de opbrengst geweest van de rol van de gemeente Harmberg in Vitaal Vechtdal? En wij kunnen ons voorstellen dat de wethouder zegt van, we hebben de verbinding gezocht met de partijen. Als dat het antwoord is, dan vinden we dat te mager. We zouden graag een paar concrete voorbeelden willen hebben waarop ingestoken wordt binnen Vitaal Vechtdal. En daar graag het antwoord op zien. Tot zover in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eerst even een algemene vraag, opmerking. Ik vind het heel jammer dat deze sessies uit elkaar zijn getrokken. Omdat ze beide in mijn portefeuille hebben, armoede en gezondheidszorg. En ik vind dat er heel veel raakvlak in zitten. Ik vind het eigenlijk wel een beetje sneu. Maar ja, het feit ligt er nou eenmaal en we gaan gewoon verder. Eerst even twee vragen betreffende het alcoholgebruik. De wens is, zoals het in het stuk staat, de wens is om op korte termijn tot een sluitende aanpak te komen, waarbij kennen en gekend worden tussen ketenpartners, onder andere Tactus, de Stuw, Onderwijs en Halt, een grote rol speelt. Ja, ik denk, ik mis hier gewoon echt de horeca. Is dat bewust of is dat onbewust? Wil ik graag het antwoord van de wethouder op. Daarnaast heeft de gemeente kostelt voor het alcoholmisbruik kosteloos polsbandjes ter beschikking. Ik heb het vanmiddag even technisch gevraagd hoe dat in zijn werk gaat. Daarna heb ik gegoogeld. Goh, wat kun je heel veel kopen als je 16 bent trouwens. Dus ik weet niet of dit het paard achter de wagenspan is. En dan bladzijde 23, de gezondheidsmonitoren. En daar begint hij, daar krijg je een overzicht vanaf 2013 van de kinderen van 0 tot 12 jaar. Van 12 tot 24. En eigenlijk vind ik het wel een beetje sneu dat hier niet in eerste instantie een goede nulmeting is geweest van 2013. En dan nu ook met actuelere gegevens. Misschien loop ik wel weer te hard, want het is een beleidsstuk. Maar ik wil graag dan ook concrete doelen en meetbare doelen zien. Dat staat ook in de inleiding. Ja, dat we dat met elkaar de gezondheid en inwoners willen verbeteren en wat wij daarbij willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Nou, dan vind ik, dan hoort daar wel een hele goede nulmeting bij om over 3 of 4 jaar te kunnen beoordelen of we wel of niet de goede weg zijn ingeslagen. En daar wil ik het voorlopig bij laten. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben dit stuk gelezen als een beleid- en visienota. En we hebben ettelijke malen integraal samenwerken gezien. We hebben gezien dat er burgerparticipatie wordt gevraagd. Wij hebben dit als een mager, bijna visieloos stuk gezien, waarin een samenraapsel van allerlei activiteiten die wij tot nu toe hebben ontwikkeld, waarvan we zeggen, joh, het ziet er eigenlijk goed uit, we zetten het pad voort, we gaan het beleid niet wijzigen, we doen het eigenlijk hartstikke leuk en dit zijn de deelprojecten die wij doen. En onze fractie mist een overkoepelende visie, waarbij je daadwerkelijk op het eind van de rit kunt meten of je daar onze inwoners naar een gezondere leefstijl hebt gebracht. En hoe wij dan de maatregelen moeten nemen om dat te kunnen gaan faciliteren. Die missen wij. Relatief gezien is het een mooi stuk als het gaat over wat we tot nu toe hebben gedaan. En we hebben het ervaren als meer een evaluatie dan een visiedocument. Daarnaast vinden wij dat de rol van de samen doen teams zo groot lijkt te worden, waar steeds meer taken naartoe gaan, daar waar we juist samenwerking en transformatie zoeken vanuit het bestuur. Dat zien wij niet terug. We zien juist dat een samen doen team nog groter wordt, nog meer generalisten, nog meer expertise zou moeten hebben, ook op dit vlak. In aansluiting op meneer Botters zijn wij ook van mening dat de grote tamtam rondom het Vitaal Vechtdal hierin wel extreem mager uitgekleed en niet goed naar voren komt. Want dat zou een heel mooi beginstuk kunnen zijn
met het JOG-programma, maar ook de buurtinitiatieven die er nu lopen, om daar een grotere visie en een hogere ambitie neer te leggen. En die zien wij niet terug. Het integrale aanpak zien wij ook niet terug in de financiële paragraaf, waarin je deelprojecten ziet waarvan je kunt afvragen of de effectiviteit met de middelen die er ter beschikking worden gesteld ook daadwerkelijk zijn gehaald. Al met al vinden wij dit een stuk die eigenlijk terug zou moeten en geherijkt moeten worden of dit nou is waar de ambitie werkelijk ligt van ons, waarbij met name de zin, het is geen statisch geheel en dat lijkt dan te impliceren dat dus ook rechten niet hieraan ontleend kunnen worden. Als wij als raad een kaderstelling doen, dan verwacht ik ook een lange termijn visie die eraan vastzit en die vinden wij niet terug. En ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. Om toch nog een vraag, dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. De afgelopen jaren heeft er een omslag plaatsgevonden in het denken over en het omgaan met gezondheid en vitaliteit. Niet langer overheerst het afhankelijkheidsdenken, maar daarvoor in de plaats is gekomen eigen kracht, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. De gemeente had en heeft echter een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen. In deze beleidsnota, Samen Gezond in Hardenberg, opgesteld in het kader van de verplichte vierjarige cyclus, wordt op onderdelen voortborduurd op de vorige beleidsnota. Dit vanuit het oogpunt van continuïteit en bewezen effecten. Dit vindt de ChristenUnie een goede zaak. De vijf speerpunten in de nota, en daarbinnen vooral de focus op de doelgroepen jeugd en ouderen, is wat ons betreft ook goed gekozen en sluit aan op wat de praktijk en de professionals aan input hebben geleverd. Toch nog enkele vragen over de nota. Allereerst algemeen. Ik heb gelezen dat de participatieraad reeds advies heeft uitgebracht, maar dit stuk was niet bijgevoegd. Kan dat alsnog worden nagestuurd? Samen met inwoners, maatschappelijke partners en zorgpartijen wil de gemeente inzetten op verbetering van de gezondheid van onze inwoners. Echter, zonder deugdelijke effectmeting kun je niet onderbouwen of er van een verbetering dan wel een verslechtering plaats heeft gevonden. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe hij de effecten van het beleid gaat meten? Ten aanzien van de doelgroep ouderen. Wij maken ons grote zorgen over deze doelgroep. 41% van de ouderen beweegt te weinig. Bij 42% komt eenzaamheid nog steeds voor. 50% heeft matig overgewicht. En bij 21% is van obesitas sprake. Maar dit zijn cijfers volgens de bijlage uit 2011. Hoe staat het er anno 2016 voor? Gelet op de, naar onze mening, terechte focus op deze doelgroep, wil ik de portefeuillehouder nadrukkelijk oproepen hier zo spoedig mogelijk door de GGD een vervolgonderzoek naar te laten plaatsvinden. Eveneens bij ouderenzorg, paragraaf 3.5, is sprake van een tweetal initiatieven om kwetsbare ouderen in beweging te krijgen. Op zich hele goede initiatieven, maar zoals ik het lees is de uitvoering beperkt tot maar enkele kernen. Kunnen deze projecten niet op meer plaatsen in de gemeente worden aangeboden? Bij hoofdstuk 4 Financiën is aan het eind sprake van doelsubsidies. Uit de tekst wordt echter niet duidelijk of deze nu wel of niet worden ingezet. Graag uw toelichting. En deze nota heeft een looptijd tot 2019. Ik zou de portefeuillehouder willen vragen of hij de Raad eind 2017, begin 2018, een tussenevaluatie aan kan bieden met een overzicht van de bereikte resultaten bij de vijf speerpunten. En dan tot slot nog een verzoek uit informatief oogpunt eigenlijk. Kan er nog een bijlage aan de nota worden toegevoegd, zodat in één opslag, één oogopslag zichtbaar is welke interventies, activiteiten en programma's de komende vier jaar gekoppeld zijn aan de speerpunten? Dank u, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw van Veldhuizen? Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal dingen zijn al genoemd, maar CDA stelt ze misschien weer even iets anders met een prioriteit op een iets andere manier. Ik begin bij de voor ons liggende nota, is de opvolger van de nota van 2014-2015. De speerpunten van toen waren het verbeteren van de zelfredzaamheid, oplossen van kwetsbaarheid van inwoners, bevorderen van gezondheid, winst op onder andere overgewicht en alcoholmatiging.
Wij stellen in ieder geval de vraag aan de portefeuillehouder: hoe is vastgesteld dat het inderdaad beter gaat met de zelfredzaamheid van onze inwoners? Want dat specifieke speerpunt laten we dus los. We pakken het allemaal wat breder aan. Merken de samen doen teams daar wat van en hoe merken ze dat? Zijn er bijvoorbeeld minder aanvragen? Gesteld wordt dat de gekozen manier van werken en aanpak goed werkt en er worden geen grote koerswijzigingen aangebracht. En de participatieraad deelt deze insteek. Door het veranderen in manier van denken en beleven, van ziekte, zorg en afhankelijkheid naar gezondheid, gedrag, preventie en eigen kracht, zijn wel wat verschuivingen aangebracht. En dat is een logisch gevolg daarvan. Het monitoren en verzamelen van info op wijkniveau lijkt de beste manier om bij te sturen waar nodig. Eenzaamheid, alcoholgebruik en overgewicht zijn, blijven en blijven aandachtspunten, evenals de psychische gezondheid. En een goede integrale aanpak zal nodig zijn om resultaat te boeken. In de uitvoeringsplannen zullen, zoals toegezegd, de concrete werkwijzen beschreven worden. Ik ga ervan uit dat daarin ook heel concreet de doelstellingen zullen worden geformuleerd. Kan de portefeuillehouder dat toezeggen? Als voorbeeld zou kunnen dienen dat we ernaar streven om in 2019 het percentage inwoners met een minder goede psychische gezondheid terug kunnen brengen van 20% naar 15%. Of het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging stijgt van 74% naar 85%. Of het percentage ouderen dat eenzaamheid ervaart ook drastisch omlaag gaat. Heel belangrijk dat van het percentage inwoners met een chronische beperking een veel lager percentage aangeeft, zich daardoor belemmerd voelt bij de dagelijkse bezigheden. En dan denk ik met name aan inclusief beleid dat zich moet gaan ontwikkelen. Nog even een andere vraag over de sportservice en Hardenberg United. We horen positieve verhalen over Hardenberg United. Daarnaast speelt er al heel lang een discussie aangaande de inzet van combinatiefunctionarissen. Maar als ik het stuk lees, lijkt het net alsof we op de huidige voet verder gaan. Kan daar nog een toelichting bij komen? Dank u. Dank u wel. Wethouder Jans. Dank u wel. Als ik alles bij elkaar veeg, dan zijn er allerlei vragen nog over de onderdelen en over de concreetheid. En wordt de algemene lijn die we gekozen hebben met het nemen van speerpunten en het nadrukkelijk aansluiten op waar we de afgelopen 2 jaar begonnen zijn, onderschreven? Ik denk dat dat een mooie conclusie is. Dan moet ik misschien even een beetje een uitzondering maken voor mevrouw Van der Hoek, die er even iets anders in zit. Maar daar kom ik straks nog wel op. Dat is denk ik goed om dit te doen. Kijk, lokaal gezondheidsbeleid was heel smal en heel klein. Er zat ook amper geld in. En daar deden we een paar dingen. En dat was de AED's. En nog een, onlangs nog een beetje, klein beetje geld voor Vitaal Vechtdal ingebracht. En zo klein zou je hem ook weer neer kunnen zetten. Zeg maar. Ja, maar de meeste dingen gebeuren er buiten. Wat we nu gedaan hebben, is er toch een beetje een paraplu van maken. En zeggen van nou, waar zouden we op in willen steken en toch een beetje ook op de landelijke lijn insteken van de omslag van je richten op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En dan is preventie belangrijk en dan is ook zelfredzaamheid belangrijk. Maar dan is ook een steun voor de mensen die dat niet zelf kunnen ook belangrijk. En daarmee heb ik ook het lijntje gemaakt naar natuurlijk armoedebeleid. Wat hiernaast behandeld wordt, waar we breed op inzetten. En waar je, als je zegt, je wilt integraal bezig zijn, natuurlijk als het nodig is om daar verbindingen te maken, om mensen in financieel heel kwetsbare omstandigheden te helpen, waar je kunt, dat ook moet doen. En dan denk ik, dan moeten we inderdaad even goed kijken naar onze inzet voor minimabeleid en alle maatregelen die daarvoor doen. Mijn stelling is dat Hardenberg daarvoor een programma heeft waar we ons niet voor hoeven te schamen. Maar dat, ik pak dat voorbeeld even, omdat dat mooi benadrukt dat wij echt integraal op alle terreinen samen moeten gaan. Als we straks de omgevingswet gaan doen, dan moet daar ook, zo ongeveer voor het eerst, een nadrukkelijke paragraaf in over volksgezondheid. En vanuit de GGD, onze adviseuren, niet alleen vanuit de GGD, het gebeurt ook vanuit de VNG, maar zeg maar onze GGD gaat daarover ook bijeenkomsten beleggen van, hey, let op, waar willen we dan graag naar gekeken hebben? Zo proberen we zulke dingen ook te doen. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Als u het heeft over de omgevingswet,
Meneer Jansen, bedoelt u daar bijvoorbeeld mee als het over ouderen gaat die langer thuis kunnen blijven wonen en bijvoorbeeld bij hun kind een aanbouwwoning krijgt, dat wij daar de wetgeving zodanig vanuit deze raad kunnen gaan aanpassen, zodat dat soort mogelijkheden dan ook reëel tot stand kunnen komen? Moet ik hem zo breed zien dan, als u die erbij betrekt in de prettige leefomgeving? Ja, en dat wij, als wij bestemmingsplannen maken, heel nadrukkelijk aandacht moeten geven aan alle vormen van gezondheid die daarmee ter discussie zouden kunnen staan en die daarmee verband houden, zodat we die dan ook benoemen en dan ook dat integraal gaan meenemen. Daarmee wordt die omgevingswet best een brede wet. Dus dit is een heel specifiek voorbeeld wat je in het ruimtelijk ordeningbeleid moet gaan regelen, maar dat valt allemaal weer onder die grote omgevingswet. Dus dat is best een hele grote. Twee, we hebben het dus wat breder willen aanpakken en een beetje een paraplu neer willen leggen, een visie waar we allerlei delen van dat beleid onder kunnen laten vallen. Daar valt onder bijvoorbeeld ons hele middelengebruik en met name de aanpak naar de jongeren, dus zeg maar de opvolging van fris over drank. Daar valt het hele jeugdbeleid onder, 0 tot 19, meer bewegen en minder dik worden. Daar valt het hele verhaal onder van de combinatiefunctionarissen, waar u net een notitie over hebt gehad en waar binnenkort een informatiebijeenkomst met een aantal raadsleden over wordt gehouden, om eens even dat wat verder uit te spitten. En daar zit gezondheid in, daar zit bewegen bijvoorbeeld in, daar zit wijkgericht werken in. Dus dat is de derde. De vierde is specifiek wat we doen over Vitaal Vechtdal, daar kom ik straks nog wel even op terug. En de vijfde is natuurlijk een hele grote, wat wij, er zit iets van 2 miljoen euro in, wat wij doen met de GGD en wat we bedoelen preventief met de JGZ. Waarbij we al onze jongeren bereiken, van consultatiebureau tot kinderopvang, tot basisschool, tot voortgezet onderwijs. Waarin we dus een heel breed beeld hebben, waar we vanuit de gezondheid en het welbevinden van onze jongeren preventief dingen kunnen doen en daarachter ook nog eens kunnen kijken naar de gezinnen die erachter zitten. En dan weer eventueel de combinatie kunnen gaan leggen met de samen doen teams. En dan is het niet zo, laat ik die dan ook maar gelijk even pakken. Natuurlijk noemen wij hier de samen doen teams, want we zouden gek zijn als we onder die paraplu die samen doen teams niet mee nemen. Maar het is niet zo dat die samen doen teams nou maar even een doekje voor alle bloeden moet zijn en dat die alles maar moeten doen. Maar er zijn een aantal dingen als je het hebt over gezondheid. Als je het hebt over problemen in gezinnen, waarin je zegt, maar wacht even, nou moet onze samen doen team als toegang tot nadere zorg, want zo hebben we dat gewild, dan moeten we die wel in stelling brengen. En dus mag ik me samen doen hier niet vergeten. Dus ik ben het op dit punt apert oneens met toch een beetje de insteek die mevrouw Van den Hoek neemt. Ik zou juist zeggen, wethouder, u zou echt gefaald hebben als u die hier nu buiten had gehouden, want dan had u de integrale verbinding helemaal niet gemaakt. En u zegt juist, je moet een integraal stuk maken. Nou, met als toegangspoort is het samen doen team wel een hoeksteen van ons hele zorgbeleid. En dan moet je hem hier ook aan koppelen. Mevrouw Van den Hoek, mevrouw Van den Hoek wil er even wat over zeggen nog. U heeft twee dingen gezegd. U heeft expliciet uitgelegd wat de rol van het samen doen team in dit geheel is. Als dat op die manier vervat was geweest in dit stuk, had u mijn opmerking ook niet gekregen. Maar vervolgens zegt u wel iets heel belangrijks waar ik dan wel moeite mee heb, want zo heb ik hem geïnterpreteerd in dit stuk, dat het de hoeksteen van ons zorgstelsel zou zijn. Dat denken wij niet. Wij denken dat samen doen teams een zorgtaak hebben en daarin een vroegsignalering en een wijkfunctie hebben, maar dat dat niet de hoeksteen zou moeten zijn, omdat dat door ons gestuurd gaat worden. Waar, op welk moment zijn wij dan nog een controlerende functie als het verszak-boekzak effect zou kunnen sorteren? Daar had ik het over. Het eerste deel wat u zag gaf wel een stuk helderheid over de interpretatie binnen dit stuk. Ik wil nu niet de discussie over de term hoeksteen, maar het is wel een essentieel punt als wij hem neergezet hebben als de hoeksteen en als een vorm van snel interveneren en preventief interveneren en zorgen dat we heel veel problemen licht kunnen oplossen en kunnen voorkomen dat het zwaarder wordt. Even een uitstapje naar de jeugdzorg. Een van de belangrijke dingen was toch, het grootste deel van het geld zit in de zware zorg. Als je iets wil en je wil bezuinigen, moet je het die club wat kleiner maken en naar de lichtere zorg doen. Daar heb je dingen hartstikke voor nodig. En als je in het kader van gezondheid hen ook een signalerende functie kan geven, zeg van let even op. Hoeven ze niet eens altijd alles zelf te doen. Maar let eens even op, want wij signaleren een aantal dingen.
dan moeten we daarmee aan de bak. En in die zin vind ik onze samendoenteams wel onze, laat ik het dan zomaar formuleren, onze oren en onze ogen in de samenleving. Zijn dat onze enige oren en ogen? Nee, gelukkig niet. Maar wel razend belangrijk, omdat zij ook op dorpsniveau en op wijkniveau kunnen kijken. Een opmerking die mevrouw van Veldhuizen maakt. Ze zegt van nou, het is fijn dat we het op gemeenteniveau weten, maar soms moet je het preciezer weten. En ik vind ook zij kunnen ons daarmee zeer behulpzaam zijn. Dus ik heb ze eerlijk gezegd heel hoog. Het is denk ik goed dat ik toch even een aantal vragen die gesteld zijn langsloop. Begin ik maar gewoon bij mevrouw Kloekhorst. Jongeren, ja, ook participatie, ook spreken met jongeren. Ook als je bijvoorbeeld over het alcoholmatigingsprogramma hebt. De jongeren zelf opzoeken en met hen zelf ook proberen dingen te doen. Daar zijn we afgelopen tijd mee bezig geweest in een van de concrete acties die hieronder hangen. Dus het gaat niet alleen over beleving, maar gaat wel degelijk ook over participatie. Omdat we heel nadrukkelijk de jongeren bijvoorbeeld op dat punt opgezocht. Nou, dit is natuurlijk een kaderstellend stuk. Hè? Ja. Daar hangt concreet wat onder. Maar ik mis dus in de bewoording, het is heel duidelijk gestaafd op dat stukje participatie en beleving. En als het gaat om, en ze hebben heel specifiek gekozen voor jeugd en ouderen. Bij ouderen zie je heel duidelijk beide poten terugkomen in het beleid. Maar bij jeugd zie ik dus alleen beleving. En dan denk ik van, hey, als je het hebt over vrijwilligers, als je het hebt over jonge mantelzorgers, hè, als je het hebt over klankbordgroep, waarom zouden jongeren dat niet kunnen? En ik mis dat uiterlijk, ik hoor dat het in de uitvoering er wel in zit, maar ik mis het in dit document. Zo is hij niet bedoeld. We gaan niet met jongeren praten. Ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, ik zie dat iets minder expliciet verwoord. Maar als wij hier nu van een van de concrete uitvoeringspunten van deze nota, middelen gebruik jongeren, een notitie hadden geschreven, dan had hij er expliciet in gestaan. De monitor sociaal domein is bijna klaar, dus die kunnen we nog dit najaar verwachten. Preventieve ouderenzorg meten, monitoren, is de huidige monitoring onvoldoende? Ja, is in ieder geval verouderd die van de GGD, want ik wil eigenlijk, want dat was ook een van de vragen, zijn, moeten we niet eerst een complete nulmeting doen? Ja, dat kan. Moet je veel energie insteken. En we hebben elke 4 jaar van elke doelgroep hebben we een monitor. Soms krijgen we van Vital Vechtal nog wel iets. Ik heb iets van, laten we vooral de monitoring van de GGD houden. Die over ouderen, die komt nog dit jaar. Dus die hebben we begin volgend jaar tot onze beschikking. Heb ik die vraag ook gelijk beantwoord. Want elke monitor wordt elke 4 jaar herhaald. En soms is het wel even lastig dat de ideeën 4 jaar later zodanig zijn veranderd dat de monitor weer wat anders wordt vormgegeven. En dan is het wat lastig met 4 jaar ervoor te vergelijken. Maar dat geeft ons wel elke 4 jaar weer nieuwe gegevens. En die van ouderen zijn nu even het oudste. En ik had iets van, dat gaan we even niet doen. We wachten hier even op en dan gaan we daarmee gewoon verder. En wat we willen proberen met onze GGD afspraken te maken dat we eventueel ook specifieke hardwareverslagen vragen kunnen toevoegen aan de regionale monitor. De regionale monitor is aardig, want dan kun je vergelijken met de andere gemeenten, maar soms wil je ook iets nog heel specifiek van je eigen gemeente weten. Dus die samenwerking met de GGD zit er nadrukkelijk in. En dan maak ik maar weer even één uitstapje. Als je het hebt over middelengebruik jongeren, zit de GGD zelfs bij ons aan tafel. Te veel drinken jongeren, die aanpak moet doorgaan. Ja, die gaat door. Daar hebben we een specifiek programma hieronder. Want dit is de lijn die we willen, preventie. Dus gaan we met middelengebruik bezig. Dus hebben we daar een bestuurlijke stuurgroep en een uitvoeringsgroep. Verschil met het verleden was, toen trokken we vooral zelf en konden de anderen een beetje leunen. En zeggen, nou, we gaan eens kijken wat die gemeente allemaal doet. Even zwart-wit wat ik nu doe. Nu zeggen we nadrukkelijk, we doen dat samen met onze partners. Ze moeten ook samen leveren. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen die wij bij hen neerleggen en waarover ze dan weer bestuurlijk moeten rapporteren van wat hebben we gedaan en gebeurt nu goed wat we willen doen. Dus ook daarin die samenleving er beter bij halen. Ik twijfel even of mevrouw Van den Hoek wat zeggen wil. Nee, ze glimlachte volgens mij, dus ze was het nu met mij eens. Nou, voorzitter, nu er toch mee komt.
we hebben het zo pagina voor pagina, paragraaf voor paragraaf, zijn wij hier nu detailvragen aan het stellen. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat wij als raad met u gingen praten over op deze visie, niet zozeer de daadwerkelijke uitvoeringen of die pijlers nou juist zijn gekozen, maar wat is nou die werkelijke paraplu-functie en hoe gaan we nou die bundeling met elkaar doen? Is dat nou de sturende kracht van deze gemeenteraad die daar in die mis ik volledig in de vraag van de andere fracties, maar ook in uw beantwoording, het is zo gedetailleerd en zoals ik eerder zei, ik mis zo de visie naar de toekomst toe waarbij u een ambitie durft uit te spreken dat wij over 5 jaar hier kunnen meten dat wij al die mensen net een stapje op een gezonder niveau hebben kunnen brengen met elkaar, met de keistering die wij hier gaan bepalen. Ik mis hem zo volledig. Vandaar dat ik toch met vragen zit en denk, weet u, laat maar. Ik heb, ja, ik verbaas mij toch een beetje. Eén, als wij zeggen, wij gaan van iets heel kleins, lokaal gezondheidsbeleid staat nog geen 40.000 euro in, geloof ik, nu een paraplu-functie maken. We zeggen van, we gaan toch de integraliteit in onze hele organisatie zoeken en de integraliteit met allerlei partners in de samenleving. En we gaan dat op een aantal speerpunten uitwerken. En we gaan zeggen van, en we gaan echt die omslag maken van alleen maar ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en dan heel veel nadruk ook op preventie leggen en op eigen verantwoordelijkheid en op ondersteuning waar die nodig is, dan zit daar, denk ik, al een behoorlijk stukje visie achter. En als we dan zeggen, en dan gaan wij ons niet vertellen naar 1001 verschillende dingen en het helemaal versnipperen. Maar dan gaan we 5 speerpunten maken. En raad, dit is de koers. Dit is de lijn. En als u vindt dat anders moet, moet u nu zeggen. Dan krijg ik breed van, dat zijn wel de goede speerpunten, maar we hebben in de details wat vragen. En inderdaad, dan gaat hij naar de kleine dingen toe. Maar dan hebben we de lijn wel bepaald. En als u dan zegt, ik zie dat helemaal niet. Dan denk ik van, ah, of u hebt het niet goed gelezen, zeg ik dan maar even hard. Of u wilt echt heel iets anders. En dan zeg ik van, dan moeten we maar eens even de discussie hebben van, hebben wij verkeerde speerpunten? Hebben wij een verkeerde visie? Dat wij vooral op preventief gaan inzetten. En dat wij, en dan pak ik hem maar even, op cultuurverandering inzetten. En ik ben helemaal dan niet zo, ik wil het wel graag zien, maar ik wil me dan niet verliezen in, nu zijn er 62% van de jongeren die te veel alcohol drinken en straks zijn het er nog maar 60. En verdraaid, we hebben hem niet gehaald, want het is 61 geworden. U hebt uw doelstellingen niet gehaald. Dan zeg ik, waar ik mee bezig ben en waar wij met elkaar mee bezig zijn, is een cultuurverandering. En voor roken heeft dat een hele generatie geduurd. Toen ik 16, 17 was, rookte 3/4 van alle jongeren. Nu nog geen kwart. Dat heeft een generatie geduurd. En dat gaat met alcohol een generatie duren. En als wij dan nu al voorzichtig zien dat het de beginleeftijd van de jongeren toch weer een beetje optrekt, dat het aantal mensen wat er ook toch nog weer een beetje daalt, dan denk ik, dat is mooi. We beginnen nu toch die omslag een beetje te maken en we zullen langdurig verder moeten gaan en soms zullen we successen boeken en soms zullen we zeggen, het is toch een beetje tegengevallen. En soms zullen we in enquêtes en in uitslag ook zien, ze wieberen soms ook een beetje raar. Want er zitten hier ook een paar in al die percentages, een paar percentages in waar ik me over verbaas. Dan heb ik weer een paar anderen gezien die er net weer anders uitzagen. En ik, nou, ik maak me daar nu even niet al te veel zorgen om. Dit is ongeveer het beeld nu. En we gaan elke 4 jaar die GGD-monitor bekijken. En we hopen met kleine stapjes, liever met grote stappen verder te gaan. Het dikker worden van kinderen. Ja, er zijn een aantal signalen dat het nu ongeveer stabiliseert. En ik wil het graag wat terug hebben. Als ik kijk naar het percentage wat als sport wordt niet kleiner, maar wat groter. Dan denk ik van, zie je wel, we zijn echt een paar dingen wel goed aan het doen, maar we zullen nog een hele poos verder moeten gaan. Nou, dat is cultuurverandering, dat is lange adem. Mag ik er even op reageren? Nee, want mevrouw Van den Hoek, die, ik moest even kijken uit welke hoek dat kwam, maar meneer Roggen, nee, mevrouw Van den Hoek wil ik nog 1 keer laten reageren, dan wil ik dat verder zo laten en dan mag u. Dank u wel, voorzitter, met het risico dat ik drammerig overkom, maar als ik al dan niet met een knipoog te horen krijgen dat ik het niet gelezen heb, die begrijp ik best wel. Waar het ons om gaat, meneer Jansen, is dat als het moment dat je het hebt over een gezond leefomgeving en een beleid die je uitzet om stappen te kunnen gaan nemen met elkaar als samenleving, om alle vormen van een gezonde levensstijl te gaan integreren binnen onze samenleving, waarbij je niet alleen voor de goedheid van de mens, maar ook naar de financiën gaat kijken, oftewel de return investment die je eruit kunt halen, dan verwacht ik
van ons ambtelijk apparaat en van mijn wethouder, die hier met een visienota komt, dat die zegt, dit is het doel over 5 jaar, even los van alle monitoringen, nulmetingen, hoeveel leeftijden er omlaag zijn gegaan. Wij gaan de aanpak zo insteken. We hebben hele goede initiatieven uit de samenleving. Die nemen we mee. En daar gaan we een vast iets van maken. En we gaan het integreren. We pakken Vitaal Vecht, daar waar een prachtig idee achter zit, waar u zelf met dit college ontzettend voor hard heeft gestreden en voor heeft ingezet om dat naar ons toe te halen. Gebruik dan dat model. Integreer dat dan met JOG. En zorg dan niet dat je hier uw betoog houdt op losse programmalijnen, maar vertel mij dan alsjeblieft dat u zegt, met elkaar hebben we werkelijk een paraplu-functie en we gaan het op een doorgaande leerlijn inzetten dat al die integrale activiteiten bij elkaar komen met één gezamenlijk doel. En dat is dat onze inwoners met elkaar beter worden. Ik zie daar niet voldoende fundamenten voor. En in dat opzicht hebben wij dan een spraakverwarring of een zienswijzeverschil. Ja. En dan agreeen we om even te disagreeën. Ik vind het ook wel heel plezierig om dat met u te doen. Ik durf het ook vrij stevig te doen, omdat ik hem alweer terugkrijg. Maar toch hou ik hem maar even vast, want ik wil ook wel een beetje bescheiden blijven. Want ik heb niet de indruk dat ik morgen de hele wereld heb veranderd. Maar ambitieus zijn we heus wel. Met de paraplu die we hier neergezet hebben. En met die 5 lijnen eronder hebben we onze handen vol. En natuurlijk combineren we die weer. Als we het hebben over onze jongeren, dan hebben we het ook over vroeger bij. En dan heb ik bijvoorbeeld de combinatie met Vitaal Vecht al gemaakt, waarmee wij... Kijk, soms moet je ook je zegeningen tellen. We zijn niet zo gauw tevreden. Wij hebben op een landelijk gezondheidscongres iets verteld over Vitaal Vecht. En dan vertellen wij gewoon dat wij gemeenten en een aantal maatschappelijke organisaties en de eerste lijn, de huisartsen, en de tweede lijn, het ziekenhuis, bij elkaar aan tafel hebben en samen bezig zijn met een programma over ouderen, programma over jongeren, om maar eens twee te noemen, en eentje over werknemers, om nog maar een derde te noemen. Er is nog meer. Daar komt een professor uit Maastricht bij me die zegt, we hebben dit in de regio Eindhoven geprobeerd. Dus als falikant mislukt, wat zijn jullie al ver? Terwijl ik denk, goh, we hebben de eerste 3 stapjes nog maar gezet. Dus ik wil ook graag de zegeningen tellen. Ik wil graag aan het werk. Dat doen we via 5 concrete lijnen... Dat zijn geen gescheiden lijnen, die kunnen we ook weer in elkaar vlechten. En Vitaal Vechtdal, en wat doe ik voor de jeugd, kan ik bijvoorbeeld heel goed weer bij elkaar brengen. Maar dat heb ik hier nog niet allemaal uitgeplozen en nog niet precies neergezet. Dat komt wel in aparte notities over JOG, dat komt wel in aparte notities over. En dan kunt u concreet zien wat we ervan maken. Maar ik vind dit al heel wat als wij vanaf dat kleine stukje gezondheidsbeleid waar we begonnen, waar eigenlijk allemaal geld in zit, we doen het eigenlijk budgetair neutraal, met de bedragen die elders in zitten, dan probeer ik al iets te zeggen. Wij proberen nog net die integraliteit in ons eigen huis te halen. En dat is in een gemeentehuis al een hele kunst. Want we zijn eigenlijk altijd maar een bedrijfsverzamelgebouw, zeg ik dan. En als we het ook nog een keer met de samenleving kunnen, dan zijn we echt wel stappen aan het maken, hoor. En controleer maar de komende tijd of dat gaat helpen. Er kwam een vraag van, kun je er ook eens een keer wat van laten zien? Het meest concreet misschien nog wel in de vraag van de heer Van der Grampel van, zou je nou eind 2017, begin 2018, nou op die lijnen wat concreet kunnen laten zien wat je hebt bereikt? Ik wil zo'n notitie wel toezeggen, want het moet natuurlijk ook niet zijn dat wij hier een abstract verhaal hebben, dat we volgens 4 jaar werken en tussentijd niets meer teruggezien hebben. Ik zei al, u krijgt steeds weer via die 5 verschillende lijnen wat dingen terug, maar ik wil hem ook wel even integraal zo, nou, dan zitten we 1,5 jaar verder en een poosje gedraaid, om dan maar eens eind 2017, begin 2018 te zeggen, we halen, om uw woorden te gebruiken, het net maar eens even op. En we laten even precies zien wat we gedaan hebben. Duidelijk. Meneer Dogger, wilt u nog... Ja, ik was even een beetje getriggerd door de manier waarop de portefeuillehouder omgaat met de monitor. Want als daar een succes in zit, een verbetering, dan is het van het beleid heeft het gedaan en is het niet gehaald. Dan is het van ja, maar dat zijn langere termijn doelstellingen en dat gaat de generatie overheen. Ik chargeer misschien een beetje, maar die teneur zat er duidelijk in. Aan de andere kant, dat moet ik hem nu ook toegeven, wel de toezegging richting de heer Van der Grampel om na 1,5 jaar het net eens op te halen. Dan denk ik, als je dat wilt doen, dan kun je het net pas goed ophalen en kijken of wat je gevangen hebt, of de vangst in overeenstemming is met je doelstellingen. En daarom zou ik toch wel willen pleiten om de monitor die we hebben, om toch eens te kijken of op die 5 speerpunten, of daar concrete doelen benoemd kunnen worden. Niet om af te rekenen, want dat heeft de wethouder ook aan, daar zijn ze niet voor. Maar wel om te kijken van, hey, als wij vinden dat dat ons doel is en we halen het doel niet,
hoe kunnen we dan gaan intensiveren? Of hoe moeten we eens kijken naar de programma's die we voeren? Zijn dat programma's die wel effecten opleveren? En in die zin denk ik toch dat er een meerwaarde zit in het maken van doelstellingen, concrete doelstellingen binnen die 5 speerpunten. En niet om het af te rekenen. En daar zou ik graag wel een reactie van de wethouder op willen. Ze staan hier niet in, maar in de uitwerking van die 5 lijnen zetten we wel concrete doelstellingen. Bijvoorbeeld over alcoholmatigingsbeleid hebben we nadrukkelijk een aantal concrete doelstellingen ingezet. Van wij willen wel zien dat die naar beneden gaat en zelfs nog, we willen graag zien dat die zoveel naar beneden gaat. Wat ik hier probeer te zeggen is, let wel, het is cultuurverandering en sta je niet blind op kleine stapjes. Je moet die proberen te halen en je moet ook zo ambitieus zijn dat je ze verwoordt, maar weet wel dat je lange adem nodig hebt. Meneer Rodemond. Ja, mogelijk is dit gras ook voor mijn voeten weggemaaid door de beantwoording van de wethouder. Maar toch even een vraag aan collega's van ChristenUnie en CDA. Die zich wat lijken te richten op meetbare doelen die we dan willen vastleggen op een of andere manier. Dan kan je ook in een valkuil stappen dat je dan zegt van nou ja, bij dat percentage behaald resultaat zijn we tevreden. En daarmee zeggen we dus, even chargerend, 50% alcoholmisbruik onder jongeren vinden wij tevreden. Dan zeg je eigenlijk van ja, dan hebben we een aantal jongeren in onze gemeente die alcohol drinken. Maar ja, dan accepteren we dat maar, want onze doelen zijn bereikt, begrijpt u? Mijn lijn van vragen was zojuist ook inderdaad, en de wethouder is er al een paar keer op ingegaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gehele bevolking het als normaal beschouwt dat er geen alcohol gedronken wordt door jongeren. En dat je daarmee met kleine stapjes naartoe werkt. En daar ben ik een beetje naar op zoek naar de collega's van ChristenUnie CDA. Deelt u deze mening of denkt u van ja, we stellen ons tevreden bij grote stappen in percentages? Voorzitter, als je geen doelen stelt, dan wordt het juist heel makkelijk, want dan hoef je niks te doen. Aan de andere kant is een doel natuurlijk ook niet dat een doel een einddoel is. Het zijn natuurlijk stappen op weg. Inderdaad zullen we het liefst zien dat jongeren helemaal geen alcohol meer drinken. Maar we weten ook dat je dat in 4 jaar niet kunt realiseren. Maar daarom kun je wel voor jezelf zeggen van wij definiëren een doel, een realistisch doel, een haalbaar doel. En daar gaan we aan werken. En als we zien dat we dat niet halen, dan moet er een tandje bij. Als we zien dat we dat makkelijk halen, kunnen we misschien die verdere horizon wat dichter naar ons toe halen. En dat is juist de kern van het stellen van doelen, dat je daar gewoon heel concreet mee aan de slag kunt. Ja, en soms is het een en het ander. Mag ik heel even, wil meneer Van der Grampel nog reageren? Want de vraag was ook aan u gericht. Nee hoor, wat de heer Doggen voorgebracht sluit goed aan met zoals ik er naar kijk. Geef ik het woord terug aan u. Soms is het een en het ander. Bij Vitaal Vechtel zeggen, maar je moet er ook in. Je moet beginnen met de visie te pakken. Je moet erin geloven dat je van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag kan. Dat je met nadruk op vroeger bij, snel interveneren, op preventie, dat je daar gezondheidswinst kunt behalen, die je soms aan de voorkant nog niet eens altijd kunt meten, want dat is het tussen de oren van de mensen krijgen, en de mensen mobiel houden, en daar moet een huisarts zijn best voor doen, en daar moeten wij ons best voor doen. Daar kunnen de eerste lijn en de gemeente ook samen heel veel dingen doen. En dan zit je samen met een zorgverzekeraar aan de tafel. Die zegt, nou, ik wil alleen projecten financieren als ik van tevoren weet dat ik daar winst uit kan halen. En ik zeg, ja, je wilt een bezuiniging halen. Nou, ik vind dat je het laatste ook vooral moet gaan doen, maar dat je zelfs een stap verder moet gaan, want dat je dus ook idealist moet blijven. En dan ben ik, denk ik, ietsje dichter bij de lijn van mevrouw Van der Hoek. Maar ik zet een hele dikke streep op wat onder wat meneer Rodemond zei van jongens, we moeten die cultuurverandering aanjagen. En alle stapjes die we ondertussen maken zijn mooi meegenomen. En we moeten geloof in onze middelen hebben. En ik wil graag dat u meekijkt over de paraplu, de weg die we ingaan, met de 5 speerpunten die we pakken. En vervolgens daaronder, als u notities krijgt, ook over de middelen. En als u ergens iets ziet waarvan u denkt van wat een onzin. Nou, zeg het dan. En als wij daarover komen en dan gaan we nog even een keer alles samenvatten, eind 2017, begin 2018. Ik ga even wat sneller nu door de dingen heen, want ik heb redelijk veel al gehad. Publiek-private samenwerking, hoeveel geld? Ja, dat is een beetje lastig, hoeveel geld van ons zit erin? Van mij betreft zouden we wat meer in mogen naar Vitaal Vechtdal. Die is incidenteel en ik wil heel graag naar, denk ik, naar 2019 verder gaan.
Maar daar moeten we dan maar eens even over hebben. Voorlopig hebben we wat geld. En zeggen we dat we met ons eigen geld, onze eigen mensen, ook het een en ander doen. Dus het is heel lastig om precies dat geld te doen. Want het is ons geld. Het is geld vanuit het ziekenhuis. Het is geld vanuit de huisarts. Het is geld vanuit de zorgverzekeraars. Die we nou eindelijk over de drempel beginnen te krijgen. En dat doe je samen. En zo probeer je samen winst te doen. Dus het gaat niet alleen om geld van ons. Ik zeg altijd, je zou ook kunnen zeggen, we stoppen er 2 miljoen in. Heb ik laatst op een stuurgroepvergadering gezegd. Maar kijk, want dit doen wij er allemaal aan. En of je dat nou Vitaal Vechtal noemt of gemeentelijk gezondheidsbeleid, dat zal ook een worst zijn. Maar kijken jullie in Vitaal Vechtal ook maar even mee of wij met de goede dingen bezig zijn. Zo kun je publiek-privaat elkaar ook versterken. Voorzitter, als ik daar nog een korte vraag en toelichting op mag vragen. U zegt dat we eindelijk die zorgverzekeraars ook eens over de streep krijgen. Wilt u dat nog eens nader toelichten? Want dat... Want u geeft min of meer aan, althans in mijn beleving, dat die nog niet over de brug komen of onvoldoende over de brug. Maar legt u dat eens toe? Dat was een van de grote problemen waar we iedere keer tegen de muur liepen. Dat de zorgverzekeraars zeiden van, en met name Achmea, die hier natuurlijk, Zilveren Kruis moet ik nu zeggen, die hier een heel groot deel van de markt heeft. Het is allemaal geweldig wat u doet, maar we stoppen er geen geld in. Maar we willen wel graag precies weten wat u doet. En dan moeten ze over de brug komen, ook met deze regio en met ons ziekenhuis en met onze huisartsen. En met name op het gebied van de ouderenzorg lijkt er nu iets aan te komen waar we een aantal projecten kunnen gaan draaien. Maar dat heeft een paar jaar geduurd om ze daarvan te overtuigen. Heeft u de indruk dat het zeer binnenkort, binnen nu in een half jaar, dat het tot een goed einde komt met die zorgverzekeraars? Zorgverzekeraars zijn over het algemeen buitengewoon conservatieve ziektekostenverzekeraars. Die alleen maar achteraf dingen doen en die buitengewoon weinig aan preventie doen. Dat neem ik hen zeer kwalijk en dat heb ik ook al een paar keer gezegd. En maar alleen het is heel erg moeilijk om ze daar over de brug te krijgen. En er is licht aan de horizon en ik ga nu niet zeggen over 14 dagen zijn we er helemaal uit. Maar we zitten nu voor het eerst over concrete programma's met elkaar te praten. En wat er natuurlijk uitgekomen is, is de Vechtalpolis. Met 2 verschillende zorgverzekeraars. En dat is wel een machtige, mooie. Want die wordt steeds groter. En daardoor ontstaat er macht. En ik zeg het maar even heel plat. Als je macht hebt, kun je ook een keer tegen een zorgverzekeraar zeggen. U moet wel even weten wat u doet. Want we hebben nu zoveel mensen in die Vitaal Vechtalpolis. Als we met z'n allen weglopen, dan heb je ook een probleem. Dus... Er ontstaat nu wel iets en laat dat nog maar even verder gaan. Maar wij waaien nu wel een beetje uit de notitie, vind ik eerlijk gezegd, mevrouw de voorzitter. Dus ik wil graag even verder gaan. Gaat u weer terug naar de notitie, mevrouw Van den Hoek, of niet? Ik had een vraagje over de financiële paragraaf waarin bijna een ton voor middelen- en alcoholmatigingsbeleid wordt ingezet, als ik het goed lees, en 10.000 euro naar Vitaal Vechtal gaat. En ik was ontzettend nieuwsgierig naar of u kunt uitleggen, ook in het licht van de vraag van mevrouw Kloekhorst, over is nou dat alcoholmatigingsbeleid effectief met de middelen die we inzetten. Maar ik mis zo de verhouding naar het Vitaal Vechtal wat u zo roemt in de basis en het bedrag wat daarheen gaat. Twee korte opmerkingen. Die 50.000 heeft u er zelf als raad ingezet in de vorige periode en in deze periode weer, omdat u vond dat het A nodig was en B effectief was om samen met partners hier aan bezig zijn. Dus u hebt hem er heel nadrukkelijk voor deze coalitieperiode ingezet. B, ik heb net gezegd dat we met Vitaal Vechtal 10.000 euro even handgeld hebben, maar dat we uit de middelen uit allerlei andere begrotingen van de gemeente ook geld hebben om samen dingen te doen. Het is niet altijd nieuw geld. Het is ook heel vaak heel slim dingen samen doen. Dus het is dus niet zo als we nu maar een bak geld van 50.000 voor Vitaal Vechtal hebben, dat het dan in één keer veel beter gaat. Meneer Reiling, natuurlijk is de plaats van de horeca in het alcoholmatigingsbeleid ook belangrijk, maar een van hun kernactiviteiten is wel het verkopen van alcohol. En daarmee is hun rol natuurlijk wel een beetje anders dan van de andere partners daarin. Maar natuurlijk hebben wij daar nadrukkelijk overleg mee. En als je dan over die polsbandjes enzovoort hebt, ja natuurlijk, je kan alles misbruiken. Maar als er een dorpsfeest is, dan hebben we het met de mensen van het dorpsfeest over hoe ga je dat doen. En een van de dingen daarbij is... het symbool van de polsbandjes en dat je er misbruik van kan maken. Ja, natuurlijk, snap ik best. Maar symbolen zijn soms ook belangrijk. En nog belangrijker is dat degenen die een dorpsfeest organiseren hier
hartelijk mee eens zijn en zelf ook hun best doen om dingen in goede banen te leiden, dan is een polsbandje een afgeleider geworden. De monitoring heb ik het over gehad. Ik heb mevrouw Van der Hoek beantwoord. Meneer Van der Grampel heb ik de meeste dingen al van beantwoord. Die bijlagen... Voorzitter, volgens mij gaat de heer Janssen iets te snel. U heeft nog niet alles van mij beantwoord. Nee, nou, ik wou net nog eentje doen. De meeste dingen heb ik beantwoord. De doelsubsidies die zijn inderdaad wel ingezet. Dus die projecten die daar genoemd zijn, die worden nu gedraaid. En er zijn een aantal andere projecten die op, zeg maar op Delersvaartniveau of op Bergentuinniveau draaien. Ja, en als dat goed gaat draaien, dan proberen we natuurlijk die breder uit te zetten. Mevrouw Van Veldhuizen. De psychische gezondheid, ja, ook daar moeten we de concrete cijfers van hebben. En ook daar hebben we verbetering over. U hebt ook gezien dat we daarvoor geld aan die mensen geven om ons te helpen om daar nog wat extra dingen te doen. Ik ben ook heel blij met psychiatrische hulp die op het terrein van de ziekenhuis ook kan worden geboden in het kader van de jeugdzorg. En die wel even discutabel was, maar die er wel is en die wel verder kan. Ook daar moeten we even kijken. Ik wil juist op dit terrein wil ik de volgende cijfers zien. Omdat ik een beetje twijfel aan cijfers, maar ik kan het verkeerd hebben. Maar ook hier zou ik dus heel graag de omslag willen zien binnenkort. Hardwell United, combinatiefunctionaris. Nou, combinatiefunctionaris, nog een keer. We hebben het er binnenkort over. Er is eentje bij Hardwell United. En we werken daarmee samen. En we willen ook heel graag, of u er was of iemand anders, die combinatie van sport... Niet voor niks dat we noemen, zo nu en dan wel eens de derde opvoeder. Daar zitten heel veel van onze jongeren die leren samenwerken en samenspelen. En weet ik wat allemaal. Maar daar kan je ook een goede signaalfunctie uithalen voor als er echt eens een keer iets mis is. Om dan weer dingen aan te pakken. Dus plat gezegd, vanuit de sport moet je bij ons kunnen komen. Moet je zelfs bij de sociale teams kunnen komen. Volgens mij ben ik door mijn vraag heen. Mevrouw de voorzitter. Ja, ga je gang. Voor de punten die ik in mijn vragenlijstje genoemd heb, zouden we toch wel heel erg prettig vinden dat daar wel concrete werkdoelen kwamen. Dat even, nou dat ben ik ook, even kwijt. Niet een einddoel, maar wel dat er echt doelen komen van, dit vinden we echt een zorgelijk punt. Vandaar dat ik die naar voren bracht, dat we toch zeggen van, dit willen we optrekken en proberen in de eerste 3 of 4 jaar dat resultaat te halen. En gewoon een streefdoel. En heeft u het met name over de psychische gezondheid? Die moeten we in de evaluatie eind 2017, begin 2018 meenemen. Die komt in, hoe de ontwikkeling komt in de monitoring. En we moeten misschien nog even wat specifieker laten zien wat we op dat terrein precies doen. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Van der Grampel. Meneer Van der Grampel, ga uw gang. Ja, dank u voorzitter. Van mijn lijstje zijn toch nog, als ik het zo even naloop, 3 vragen nog niet beantwoord door de portefeuillehouder. Namelijk het advies van de participatieraad. Krijgen wij dat nog nagestuurd? De initiatieven om kwetsbare ouderen in beweging te krijgen. Zoals het in de tekst staat, is dat beperkt tot een aantal kernen in de gemeente. Mijn vraag was, kan het over meer plaatsen in de gemeente worden uitgerold? En dan tot slot de informatieve vraag voor een bijlage met de koppeling van speerpunten aan interventies, activiteiten, programma's. Ik meen dat ik, maar ben ik misschien onduidelijk geweest, de tweede en de derde, die laatste, die speerpunten koppeling, ik heb gezegd, die zit dus in de concrete uitvoeringsnotities die onder de 5 speerpunten zitten. Daar willen we echt concrete doelen in hebben en die willen we in de evaluatie in eind 2017, begin 2018 ook meenemen, wat we daar bereikt hebben. Ouderen in beweging, heb ik gezegd, dat zit nu nog in een paar kernen, maar loopt dat goed, dan kunnen we dat verder uitrollen. Dus dat is wel degelijk de bedoeling. En de participatieraad, heb ik begrepen, die heeft alleen een mondeling advies gegeven en die hebben ze nog niet zwart op wit gezet. Maar ze zijn positief over, ze hebben gezegd, gaat u hier vooral mee verder. Dat ziet u ook eigenlijk wel een beetje in de bijlagen die er ergens achter zit. Maar daar is, die is, hebben ze gewoon niet zwart op wit gezet. En dan moeten we ze apart vragen om dat nog te doen. Ik vind het een beetje zwaar. Ja. Dank u wel.
Dan rest mij de vraag of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat, maar ik vermoed als bespreekstuk. Hamerstuk? Ja, nou. Bespreekstuk? Bespreekstuk. Ja. Dan zijn we bij punt 5 van de agenda. Dat is de voorstelverordening bedrijven investeringszone, ofwel BIS, in het centrum van Hardenberg. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Van Hoek, meneer Gelling, meneer Jonkhans, meneer Odink en meneer Dogger. Ik begin rechts van mij, meneer Dogger. Even kijken, we hebben nu de BIS in Hardenberg. Daar hadden we met name de vraag over, maar die geldt ook straks voor Dennisvaart. We zijn ook bezig met een actieplancentrum en we zijn bezig met een structuurvisie of een visie, detailhandelvisie. En in hoeverre doorkruist nu besluitvorming rondom die BIS ook dat soort plannen? Een tweede vraag is, we zien ook binnen de centra op dit moment nogal wat leegstand. En de regel is dat de eigenaar toch aangeslagen wordt voor de BIS, los van het feit of hij zijn pand verhuurd heeft of niet. En aan de andere kant vragen wij ook regelmatig aan het college van, hey, wat kunt u nu doen aan die leegstand en ook kunt u misschien faciliterend optreden? En in hoeverre, dat is dan de vraag, biedt de BIS misschien de mogelijkheid om daar ook wat in te betekenen? Een derde en laatste vraag. De gelden die worden geïncasseerd door de gemeente en die gaan dan naar de stichting toe die die gelden voor de BIS-gelden beheert. Daar moeten dan een aantal activiteiten verricht worden. Die samenhangen met de doelstelling van de BIS-heffing. In hoeverre is daar afstemming in dat die doelen ook gehaald zijn met die gelden en de plannen? In hoeverre heeft daar de gemeente ook een bepaalde betrokkenheid bij om daar ook in te kunnen sturen of om te kijken of die doelen ook gehaald worden? Daar wil ik het in de eerste termijn bij laten. Dank u wel, meneer Odink. Wel of niet? Ja, ik had die laatste vraag. Die haalt meneer toch net voor mij vandaan. Dus een stukje terugkoppeling is wel interessant. En daarnaast heb ik eigenlijk een opmerking. Er staat een heel klein foutje in. Ik heb het ook aan de ambtelijke organisatie doorgegeven met betrekking tot artikel 7 belastingtarieven. Die staffeling. Daar zit een klein foutje in. Ja, ik heb begrepen dat die al is gecorrigeerd. Dat moet een bedrag van 700 zijn in plaats van 655. Ik heb niks meer toe te voegen. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik had opeens het idee dat ik toch een heel ander stuk had gelezen toen ik de vraag van het CDA hoorde. Het leek erop dat u naar de detailhandelsstructuurvisie ging. En volgens mij gaat dat hier helemaal niet over. Het gaat ter ondersteuning van middelen die opgehaald gaan worden, die terug kunnen vloeien. Ja, er wordt aan de andere kant van de CDA-fractie heel hard neegeschud. Maar ik heb vandaag nog contact gehad met de BIS over hoe ik dit nou moet interpreteren. En wat er van klopt, dat de Stichting Centrum Management Stad Hardenberg dit voorstel zelf ook indient. En zegt, nou ja, weet je, lekenkennis. Het is een vervanging van een bestaande regeling die er al is. En om die te kunnen continueren, wordt ons gevraagd om technisch akkoord te geven. Zodat we kunnen continueren en die middelen komen waar ze altijd al waren. En de vervolgstappen die straks nog steeds gezet moeten worden. Waar we cijfers van willen, resultaten willen behalen. Om dat voor te kunnen zetten. Dus wat ons betreft leek het mij een hamerstuk. Maar blijkbaar heb ik me vergist. We zullen het zien. Meneer Gelling. Ja, voorzitter. Dank u wel. In aansluiting op mevrouw Van den Hoek heb ik ook gelezen dat er hier slechts een technisch voorstel betreft. Bovendien hebben wij nog even geconsulteerd. De schoenmaker op de tribune hier, alvorens die hier zat overigens. En ook de Stichting Centrum Management blijkt haar volledige goedkeuring te geven en meneer Linde equivalent in Dennisvaart ook. Dus dan rest ons niets anders dan hier het volledig akkoord aan te geven, indien dat dan noodzakelijk zou zijn voor een technisch voorstel. Dank u wel. Heel goed. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel. Nou, deze vraag geldt eigenlijk ook voor het volgende onderwerp, omdat het hetzelfde onderwerp betreft, alleen op een andere plek. Maar onze vraag was eigenlijk of er ook overwogen is om het op te splitsen in een huurdersdeel en een eigenaarsdeel. We hebben het wel eens vaker gehad over, met name hier in Hardenberg in de binnenstad, dat de huren nogal hoog liggen. Die worden bepaald door de eigenaar. Die zijn vrij lastig te benaderen om en ook om te bewegen om wat te doen om het aantrekkelijker te maken.
En ik zou wel eens graag willen weten of dat ook overwogen is en zo ja, waarom het dan verworpen is. Dank u wel. De wethouder. Ja, dank u wel. Ik heb hem ook vooral als volstrekt technisch stuk gelezen en ook behandeld, wetend dat binnenkort actieplan, detail- en structuurvisie die nu in de maak is, uitvoerig met Stichting Centrum Management wordt besproken hier in Hardenberg en in Dedensvaart. En uiteraard ook hier terugkomt, want u bent allemaal zeer begaan met hoe gaat het in het centrum van Hardenberg en hoe gaat het in het centrum van Dedensvaart. Dan heb je dus de inhoudelijke discussie. Hier zijn wij, administratiekantoor, facilitator, hoe je het ook maar wil noemen. De stichting zegt, wij hebben een BIS, daar hebben we de vorige keer die rond al gehad. Die willen we graag voortzetten. Wij moeten opnieuw zo'n ding hebben. Wilt u ons daarbij helpen? En zodat wij naar onze leden kunnen gaan, en naar de eigenaren en de huurders kunnen gaan. En dat we kunnen kijken of wij voldoende ja-mensen krijgen, zodat wij verder kunnen gaan. En dan hebben we geld, daar zijn we de freeriders kwijt. Dan kunnen we met elkaar ook een beetje massa maken om te zorgen voor het centrum in Hardenberg en te zorgen voor het centrum in Dedensvaart. En hoe ze dat doen, ja, plat gezegd, daar gaan wij dus niet over. Want het is hun geld wat geïnd wordt en zij bepalen wat gaat gebeuren. Nou zijn de verhoudingen hier gelukkig zo dat we regelmatig aan tafel zitten en dat er elk jaar zelfs een terugkoppeling is van Stichting Centrum Management en gemeente van zijn we de goede weg, doen we de goede dingen, dat we tegen elkaar aanpraten en dat we elkaar proberen op te scherpen om het verder te doen. Maar als je hem heel zuiver neerzet, ja, dan faciliteren wij en zij voeren uit. De bedragen hebben wij ook niet bedacht, hebben zij bedacht. Tot het foutje aan toe, meneer Oding. Die hebben we er dan maar even uitgehaald. Maar zo hebben we het aangeleverd geweest. Want dit zijn hun bedragen zoals zij het willen doen. En ook over zoveel van de huurder en zoveel van de eigenaar. Daar gaan wij niet over, daar gaan zij over. Zo proberen ze het binnen te krijgen. Waarbij het wel zo is dat als inderdaad de winkel leeg staat, is uiteraard de eigenaar aan de beurt om te bepalen, te betalen. En ook dat hebben ze met z'n allen samen bedacht dat het zo zou moeten. Evenals de hoogte. En u hebt iets van Dedensvaart gezien dat ze gezegd hebben, nou, we zaten wel een beetje hoog, we kunnen wel ietsje zakken. Dan gaan we ook ietsje zakken. Ik denk dat dit het hele verhaal is. Dank u wel. Ik denk het eigenlijk ook. Maar meneer Dogger denkt het niet. We zijn deze wethouder erkentelijk voor zijn beantwoording. Maar normaal gesproken dan neemt hij nogal ruimschoots de tijd om op vragen in te gaan. Hij heeft nu alleen even zijn visie over het technische stuk gegeven. Maar wij hebben toch bijvoorbeeld wel een hele concrete vraag gesteld hoe zich dit stuk nu verhoudt in straks de plannen die komen over het actieplan centrum en de detailhandelsstructuurvisie. De relatie daartussen en daar heb ik hem helemaal niet over gehoord. Ja, ik heb proberen te zeggen, die komt zo meteen. En dit stuk zorgt ervoor dat Stichting Centrum Management straks een zak geld heeft, zodat ze ook daadwerkelijk dingen kunnen doen. Zodat bijvoorbeeld ook een stuk van de centrummanager die aangetrokken is daarvan betaald kan worden. En dat er een stukje marketing en festiviteiten en weet ik wat allemaal van betaald kan worden. En dat inhoudelijke verhaal probeerde ik te zeggen. Ik wilde hem splitsen van dit is even de techniek zodat die BIS verder kan. En we krijgen straks het actieplan en we hebben de detail onder structuurvisie. En dan hebben we instrumenten in handen om te kijken van hoe is het nou handig om te sturen. En dan is het ook handig dat u erbij betrokken wordt en dan het daarover heeft. En zo heb ik hem geprobeerd even terug te trekken naar echt het financiële technische deel. Maar uw vraag gaat beantwoord worden. Het rijdt hem nergens in de wielen. Het faciliteert juist die discussie over actieplan en detailhandel structuurvisie. Zodat je dan ook werkelijk iets hebt waar je ook met allen iets aan kan doen. Meneer Jonkhans, ja, als het over uw vraag gaat, als ik zo vrij mag zijn, die is volgens mij beantwoord. Maar u mag hem, als ik de wethouder goed begrijp, is dat aan de winkeliers. Hoe dat huurders-eigenaarsdeel verdeeld wordt. Dat is wat ik eruit heb opgemaakt. Maar ja, maar de gemeente heeft wel een rol. En nu wordt er een beeld geschetst dat de gemeente uitermate docile is en zich voor alles laat voorschrijven wat de BIS wenst. En dat lijkt mij toch een beetje overtrokken. Dus er is wel degelijk ook een gemeentelijk belang
om zeg maar, en dat heb ik de burgemeester ook wel eens horen zeggen, van, dat het verdraaid lastig is om bepaalde verhuurders aan tafel te krijgen. Nou, en ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld wat meer zoden aan de dijk zet, als een dergelijke belasting wordt gevraagd van de gemeente richting de huurder, dan dat een stichting zou doen van, goh, zou u misschien uw bijdrage willen leveren voor de meerdere helft van de binnenstad van Heiberg of deze stad? Voorzitter, mag ik vooraf een vraag stellen? Meneer Jonk, als een verduidelijke vraag stellen? Nee, ik wil graag dat meneer Jansen eerst de vraag beantwoordt van meneer Jonkhans. En dan wil ik wel nog even een kort rondje maken, meneer Jansen. De inhoud van alle activiteiten, waar u eigenlijk al een beetje op doet, die zit in het actieplan. Die zit in het actieplan, wat ook weer als voeding daaronder straks krijgt, in detail een structuurvisie van welke kant willen we op. En nog een keer, het zijn de mensen zelf in het centrum die bepalen hoe ze dat willen doen en hoe ze het willen innen. Het is niet onze belasting. Wij zijn alleen maar doorgeeflui. Kijk, met een belastingheffing, OCB en zo, dat is onze belasting en wij bepalen wat ermee gaat gebeuren. Maar wij zijn hier alleen maar door de wet aangewezen administratiekantoor om te helpen dat die daar waar de ondernemers enzovoort het zelf graag willen hebben, geheven kan worden omdat wij dat efficiënt voor ze kunnen doen. En dat is wat anders als wij daar nu aan de voorkant inhoudelijk gaan sturen. Nou, dat doen we alleen maar als u het zo doet. En als zij nu zelf samen zeggen, dit lijkt ons een efficiënte manier om dit percentage naar de huurders te leggen en dit percentage naar de eigenaren. Ja, dan ben ik geneigd om te zeggen van, laten we ook onze positie even kennen en zeggen van, nou, dan moeten wij daar niet op deze manier tussen gaan zitten. Als het geld er straks is en er worden plannen gemaakt en wij vinden daar iets van, hebben wij op heel veel verschillende momenten de kans om daar iets van te vinden. Dank u wel. Mevrouw van der Hoek, kort. Ik wil graag richting de Partij van de Arbeidsfractie mijn verbazing uiten over het woord dociel. Want niets is mooier dan een eigen beweging vanuit de samenleving die aan onze overheid vraagt om te faciliteren zodat ze hun eigen broek op kunnen houden en plannen kunnen trekken met de expertise en kennis die ze hebben. En dat is wat de beide bussen hier op dit moment doen. En ik vind dit echt een slechte manier van benaderen van een initiatief die zo goed gefundeerd hier neergelegd wordt. En een positieve noot, het is fijn om te weten dat meneer Jans en ik toch hetzelfde stuk kunnen lezen. Dank u wel, meneer Dogger. De heer Jansen geeft duidelijk aan wat onze rol is. Daar sta ik ook volledig achter. Maar ik werd een beetje in verwarring gebracht door de vraag van de heer Jonkhans, die aan de ene kant in zich had van, is het instrument van zowel heffen bij de eigenaar als bij de huurder, is dat geen optie en zou dat geen goede optie zijn? Terwijl die aan de andere kant ook nadrukkelijk aangeeft van, het is juist heel lastig om huurders te vinden en zou je dan juist daar niet moeten zorgen dat die huurders niet een drempel opgeworpen krijgen? En dan denk ik van, ja, als je dus naar een systeem toe wilt, ook met een deel van de heffing voor de huurder, dan ga je dus wel weer die drempel opwerpen die juist niet wil. Dus misschien dat hij dat nog even kan toelichten, los van de discussie, want ik denk dat we het al technisch vrij hebben gehad met onze rol, maar ik ben er wel benieuwd naar. Nee, nou, het is, mijn vraag, de achtergrond van de vraag heeft alles te maken met de onwilligheid van bepaalde verhuurders om te kijken wat hier de problematiek is en om daar ook wat aan te doen. Dus mijn idee was van, goed, en ik begrijp dat de wetgeving wat dat betreft ten aanzien van het instrument vrij star is. Althans, zo leg ik dat dan maar uit wat de wethouder zegt. Ik denk van, goh, je hebt daar tegelijkertijd een mogelijkheid, een reden om wel in gesprek te gaan. Want ik heb de burgemeester wel eens horen zeggen van, ja, het is verdraaid lastig praten met mensen die ergens achteraf in een kantoor op Schiphol zitten. En die in de boeken hebben staan dat ze een kwartiertje per jaar aan een pand hier besteden. Nou, dan wordt het lastig, maar nu heb je een mogelijkheid om in gesprek te gaan. En dat was in feite naar het breekijzer waar ik naar op zoek was. Maar goed, het is duidelijk dat dat er niet in zit. Dus, en daarmee werk ik ook verder van mij wat mevrouw Van Hoek ons allemaal toevoegt. Want ze heeft het denk ik niet goed begrepen. En ik wil dit nu afsluiten, lijkt me duidelijk. Hamerstuk naar de raad. Ja, en hebben we hiermee ook punt 6 behandeld? Nee, hebben we niet behandeld, maar mag wel eens een hamerstuk. Nou, dat bedoel ik.
Dan nemen we dat in één keer mee, dan hoef ik niet nog een ronde te doen. Heel goed. Dan zijn we bij agenda punt 7, dat gaat over de derde wijziging, gemeenschappelijke regeling GGD IJsseland. Zijn er mensen die daar iets over willen zeggen? Meneer Boesma, meneer Gelling? Meneer Boesma. Ja, soms moeten dingen op basis van wetgeving veranderd worden. Wij hebben de drie zaken bekeken en voor mij zijn het allemaal dingen die anders niet kunnen. Dus wij kunnen hier ons achter scharen. Dank u wel, meneer Gelling. Ja, voorzitter. Deze was een technisch stuk. Waarbij natuurlijk wel, ik het op zich integrerend vind dat dit wel een beetje de policy wordt. Heel veel dingen uitbesteden en dan nog een contract eigenlijk voorleggen waar je nog een goedkeuring aan kan geven of kan onthouden. En op basis lees ik in de brief van het bestuur van IJsseland, die mij intrigeert, is dat de gemeenteraad alleen nog maar haar goedkeuring kan onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. En het recht vereist eigenlijk maar één vraag aan de wethouder: is hier sprake van strijd met het recht of het algemeen belang? Dank u wel. Dat lijkt mij een duidelijke vraag. Heeft de wethouder ook een duidelijk kort antwoord? Okay. Dan kan het ons betreft een hamerstuk worden. Als hamerstuk naar de raadsvergadering, lijkt mij ook. Dat is dan bij deze vastgelegd. Dan zijn we bij de rondvraag. Nee, dit was agenda punt 7. De rondvraag. Niemand iets voor de rondvraag? Dan sluit ik hierbij de vergadering.